Welkom bij dit mini-college. Mijn naam is Trudy van der Weijden. Ik werk aan de Universiteit Maastricht bij de vakgroep huisartsgeneeskunde. Ik ben arts-epidemioloog en ik wil u meenemen in de komende 10, 12 minuten over samen beslissen, oftewel shared decision making. Wat dat nou is, hoe dat gaat en waarom wij daar aandacht voor vragen. De achtergrond is een Pink Ribbon project bij patiënten met vroegstadium borstkanker. En wij proberen in dit project samen beslissen te implementeren. Er zijn dus meerdere termen voor, shared decision making, gezamenlijke besluitvorming, gedeelde besluitvorming. Maar wat is het nou eigenlijk? De patiëntenvereniging noemt het samen beslissen, dat vind ik een mooie actieve term. Het gaat verder dan wat we gewend zijn, is altijd informed consent vragen voor de optie die we zelf voorstellen of die uit het MDO komt en waar we toestemming vragen van onze patiënt. Het gaat verder. En de relatie arts-patiënt staat vooral centraal. En de kern van shared decision making is de dialoog tussen de arts en de patiënt. En het is echt een proces van wederzijdse informatieuitwisseling. Er gaat informatie van u als arts naar de patiënt, maar er komt ook informatie terug van de patiënt naar u. Als we dat wat grafischer voorstellen, dan zien we hier een lineair proces met vier stappen. Een keuzestap, de optiesstap, een voorkeurstap en het besluit. En in de werkelijkheid is samen beslissen natuurlijk vaak niet zo lineair en heel iteratief. En daar kunnen veel meer consulten mee gemoeid zijn met meerdere zorgverleners. Maar ik zal de stappen met u doornemen. De eerste stap, de keuzestap, dan maakt u duidelijk dat er iets te kiezen valt waar u de patiënt heel graag in wil betrekken. Want er zijn meerdere behandelopties. En u nodigt echt die patiënt uit voor een gedeeld proces om dat samen aan te gaan. En dit zou de taal kunnen zijn die erbij hoort. Nou, behandelingen kunnen verschillende gevolgen hebben. Er zijn verschillende opties en sommige behandelingen zullen voor u van meer belang zijn dan voor anderen. De optiesstap. Wat zijn dan de opties? Dit is een moeilijke stap, want als arts heeft u de taak om alle opties te beschrijven die relevant zijn voor deze patiënt. En dat overzicht te geven met de voor- en de nadelen per optie. En ook hoe vaak die voor- en nadelen dan voorkomen. Dus echt een risicocommunicatie. De kunst is om dat neutraal te brengen. Heel snel als mensen framen wij onze informatie alleen al door hoe we erbij kijken. En keuzehulpen voor patiënten kunnen hier enorm bij helpen. Daar staat die informatie al heel neutraal, zo neutraal mogelijk geformuleerd, opgesomd. En dan kan de patiënt dat bijvoorbeeld na het consult doornemen. Dit zou de taal kunnen zijn. Nou, ik zal eerst de opties noemen en dan details geven per optie. En dit zijn de opties met de voor- en nadelen en hoe vaak die voorkomen. En hier is een keuzehulp en daar staat het nog precies in en dat kunt u nog nalezen. Dan komt een stap waarin meer de informatie van de patiënt naar u toe komt. De voorkeursstap. Het is een zaak om te checken of die patiënt al die opties heeft gehoord en heeft begrepen. En ook het dilemma ziet en dan is het wikken en wegen en proberen te komen bij de waardes en de normen en de verwachtingen, de zorgen, de voorkeur van die patiënt. We weten uit onderzoek dat die patiënt de voorkeur niet zomaar uit zijn hersencellen kan plukken. Sommige patiënten wel, maar de meeste patiënten die construeren hun voorkeur in dat proces van praten met de professionals. Er thuis over praten, een keuzehulp doornemen en nog eens over slapen. En dan komen ze bij hun waarde. Dus de taal bij de optiestap kan zijn. Wat van belang is, is dat de behandeling bij u past. En is in te passen in uw dagelijks leven. Zullen we samen die voor- en nadelen afwegen? En dan komt die laatste fase, die laatste stap van het besluit. Waarin u de voorkeur van uzelf en de normen van uzelf probeert te integreren met die van die patiënt. Is alles helder? Er moet wel gecheckt zijn. En bent u zover om nu samen besluit te nemen? De taal kan dan zijn, nou wat zullen we doen? Of heeft u liever dat ik een voorstel doe? Ook dat is shared decision making bij patiënten die, als ze eenmaal geïnformeerd zijn, toch liever zien dat u een wat paternalistische of maternalistische benadering pakt.
Waarom zijn we hiermee bezig? Waarom vragen wij hier aandacht voor? Dit doen wij al, is iets wat we vaak voelen. En dat is ook zo. Als artsen en verpleegkundigen is er heel veel aandacht voor die informatie van ons naar die patiënten. Er is heel veel toewijding en er is heel veel tijd en energie die we daarin steken. Toch is er nog winst te boeken in de mate waarin we tot een dialoog komen en echt met de patiënt in gesprek zijn. Hier ziet u een recent review. Het zijn 33 studies, twee daarvan ook uit Nederland. En daarin is heel objectief gekeken naar het gedrag van de professionals, de zorgverleners ten aanzien van samen beslissen. Er is een gevalideerd meetinstrument, de optionschaal. En die gaat van 0 tot 100. Als u 100 scoort, dan is het perfect shared decision making. Hier ziet u dat we in die studies een gemiddelde score zien van 23. En ook in Nederland zitten we in die range. Er is echt nog winst te boeken. Het is ook onderzocht, ook in de oncologie, dat we vaak te laat zijn met het aangaan van de dialoog. En meer blijven steken in informatievoorziening. Maar ik weet wel wat mijn patiënten willen. Dat is ook iets wat we vaak voelen en dat ons tegen kan houden. Dit is een studie uit Amerika. Aan artsen en aan patiënten is gevraagd van, nou, wat zijn nu uw top 3 concerns over het besluit wat u heeft te nemen? Het zal u niet verbazen. Wij als artsen hebben dan het zo lang mogelijk leven in die top 3 staan. We denken dat patiënten dat heel belangrijk vinden. En een natuurlijke look zonder kleding en het behoud van de borst staat ook hoog in de top 3 van de artsen. Als we dan kijken wat de patiënten hebben ingevuld in die top 3 van de patiënten, dan zag die ranking er heel anders uit. En zelfs zo lang mogelijk leven staat niet zo hoog als we denken. Een behoud van de borst is echt maar voor een klein deel van de vrouwen een top 3 concern. Dus het is niet zo makkelijk om zomaar te weten wat onze patiënten willen. We moeten in gesprek. Maar patiënten willen dat niet, want het is kan zo'n stress geven. Nou, de NPCF heeft dit gevraagd aan duizenden patiënten. En dat blauwe stuk wil zeggen dat ze het willen. Dat rode stuk laat zien dat ze het niet altijd willen. Het blijkt ook uit de literatuur dat de patiënten meestal dit willen. En we moeten ons realiseren, dat blijkt ook uit onderzoek, dat die wens om betrokken te zijn in moeilijke beslissingen ook heel dynamisch is. Een patiënt die zegt eerst van, nou dokter, zegt u het maar, u heeft ervoor geleerd, kan heel snel daarin veranderen, zo gauw die patiënt het dilemma voorgeschoteld krijgt waar het om gaat. We weten ook, dat is bekend, dat patiënten ook maar heel weinig onthouden van de informatie die we ze verbaal geven. En dat ze coaching nodig hebben in het verwerken van al die informatie over die opties en in het samen beslissen. Patiënten kunnen het niet, is ook iets wat we snel geneigd zijn te denken. Er is een studie, een Cochrane Review, daarin zitten 125 RCT's. In die RCT's zijn patiënten blootgesteld aan keuzehulpen en shared decision making of niet. Er komen hele evidente uitkomsten uit. De patiënten hebben meer kennis over de opties en die voor- en nadelen. Patiënten uit die interventiegroepen zijn ook meer betrokken bij het besluitproces. En de keuzes die werden gemaakt pasten beter bij de voorkeuren van die patiënten. Op therapie trouw zien we een tendens naar verbetering, hoewel dat niet significant was. Wel heel opvallend is dat onze patiënten conservatiever kiezen als ze die neutrale informatie krijgen uit die keuzehulpen. Er is een 20% afname in de invasieve behandelingen en het kiezen daarvoor. Denkt u aan electieve heupprotheses, dat soort operaties. Gezondheid is gelijk in beide groepen patiënten. Patiënten worden niet angstiger als we ze met keuzehulpen confronteren. Ze worden niet angstiger en ze kunnen dus de informatie opnemen. Consultduur is gemiddeld met 2 minuten toegenomen. Dus wat zien we hier nu? We zien dat patiënten hun kennis verbeteren, meer tevreden zijn met het besluit, minder beslissingsspijt hebben na de keuze en dat het er dus toe doet om samen te beslissen. De BMJ zag dat als een ingewikkelde tango-dans, dat is nogal wat. En we zouden al heel geweldig vinden als de dialoog met de patiënt wat meer verbetert vergeleken met de monologen die we nu vaak zien in de zorg. Ik dank u voor uw aandacht.